restjes van vaccins. Ja, alhoewel we deze week nog hoorden dat zo'n 31% van de Nederlanders denkt, nou, geef mijn portie maar een fikkie. En aan de andere kant een groep mensen die nog niet in aanmerking komt voor een vaccin, maar dat wel heel graag wil. En wat er dus is gebeurd gisteren is dat er een lange rij stond bij een huisartsenpraktijk in Gouda. Hier zien we de foto. Je kunt een beetje een beeld krijgen van hoe dat er aan toe ging. Er stonden zo'n 100 mensen in de rij. Die kwamen namelijk allemaal af op een melding van de website de Prullenbak Vaccin. Daar kun je namelijk kijken of er bij jou in de buurt een huisartsenpraktijk is die iets over heeft. Nou ja, dat zijn dus de vaccins die eigenlijk aan mensen gegeven moeten worden. Maar als er nog een beetje in het flacon zit, dan mogen ze het eventueel geven aan iemand die daarin geïnteresseerd is. Nou, dat zorgde dus voor dat er daar flink veel mensen stonden. En twee Delftse studenten, die pakten het wel heel slim aan. Die hebben een eigen computerprogramma geschreven, zodat ze een sms'je kregen op het moment dat er een locatie bij hen in de buurt was die een vaccin voor hen had. Nou, 8:45 kregen zij een sms van dat programma. Je kunt naar Gouda toe. Zij zijn erheen gegaan, stonden als eerste in de rij. Moesten wel even 4 uur wachten totdat er dan ook echt eentje uiteindelijk beschikbaar was. Maar zijn nu beide gevaccineerd, twee jonge jongens. Nou ja, dat wilden zij in ieder geval graag. De website die heeft dus verschillende huisjes waarop je kunt kijken of je een vaccin kunt halen. Die zijn blauw als ze ruimte hebben en rood als ze dat niet hebben. En dan komen ze later hopelijk beschikbaar voor wie dat wil. Ja, nou, ik denk ineens, misschien moet ik de jongens maar eens gaan bellen, zodat ik ook eerder zo'n vaccin krijg. Nikki, de rechter doet vandaag uitspraak.